Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik introduceer een nieuw soort video en in deze video ga ik mijn niet-favoriete producten laten zien. Als je mij langer volgt, dan weet je dat er iedere maand een favoriete video online komt. En ik test natuurlijk voor mijn blog heel veel producten en er zitten dan soms natuurlijk ook producten bij die ik niet zo fijn vind. Maar daar sta ik in een video eigenlijk nooit bij stil, dus ik dacht... ik vind het leuk om dat toch ook aan jullie te gaan laten zien. En dan heb ik wel eens bij andere bloggers gezien dat ze de favoriete en de niet-favoriete producten bij elkaar doen. Maar dan wilde ik toch weer net iets anders. Dus toen dacht ik, ik ga er een aparte video van opnemen. En die ga ik dan de velproducten noemen. Ik ga de video per 2 maanden opnemen. Dat houdt in dat als ik het per maand ga doen, dat de producten eigenlijk te weinig zijn. En met 2 maanden heb ik wel een mooi product assortimentje bij elkaar waarvan ik denk, daar kan ik wel een video over maken. In deze video laat ik jullie de producten van maart en april zien. Die ik dus niet fijn vond. Dat houdt wel even in dat je januari en februari, dat ik die eventjes oversla. Maar mocht je nou zoiets hebben van, nou, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om de velproducten van januari en februari te zien. Dan kun je natuurlijk altijd even een reactie achterlaten bij de comments. Want dan neem ik met alle liefde ook die video nog op. Maar nu ga ik dus de velproducten van maart en april laten zien. Dus als je benieuwd bent naar die producten, zou ik zeggen, kijk even gezellig. Ik begin met een nieuw product van Catrice die in het nieuwe assortiment is gekomen en... Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik het persbericht binnenkreeg van het nieuwe assortiment en ik zag dit product, dacht ik in eerste instantie, wauw, het palet ziet er eigenlijk hetzelfde uit als het concealer palet van Catrice. Dus ik had er hele goede hoop op, omdat ik het concealer palet super fijn vind. Alleen vind ik dit contouring palet dan weer 10 keer niks. Ik ga hem zo maar eventjes openmaken, zodat je ook even de kleuren kunt zien. Je hebt 3 huidskleuren en dan heb je 2 donkerdere kleuren om mee te gaan contouren. Ook op de achterkant vind je een korte omschrijving met de producten of hoe je kunt gaan contouren. Dit is dus ja meer een crème-achtige structuur. Het is ook niet echt vloeibaar. Het is echt, ja, ik vind het een beetje crème-achtig. En ik vind het totaal niet werken. Ik heb het met mijn vingers aangebracht en ik moet zeggen dat gaat al super stroef. Omdat je, er komt gewoon niet heel veel product van af. En misschien is het beter om met een kwast te doen, maar ik heb daar niet de geschikte kwasten voor. Om dat met een kwast te gaan doen. En ik denk dan wordt het ook weer zo'n bende. Dus ik heb ervoor gekozen om met mijn vingers te doen. En dan ga ik heel enthousiast, ging ik ermee aan de slag. En nou, toen had ik dus de producten aangebracht op mijn gezicht waar ik het graag wilde hebben. En ik dacht, oké, is dit het? Het viel echt super erg tegen. Nadat ik ook het product had ingepland, zag je er bijna niks meer van. Dan denk ik van, ja, heb je daar al je tijd aan verspild? En misschien is het nog wel de bedoeling dat dit alleen een basis is. En dat je er alsnog een bronzer en een highlighter en zo overheen gaat gooien. Maar ja, dan denk ik van, waar doe ik dan al die moeite voor om het aan te brengen? Dus ik vond dit echt een heel tegenvallend product. Onlangs zie ik nog steeds dat hij elke keer echt uitverkocht is. Dus er zijn vast ook een heleboel mensen die er super tevreden over zijn. Maar ik vind het echt dramatisch. Dan heb ik 2 mascara's van de Action van het merk Fashion Professional. Dit is een volume boost mascara en dit is de False Look mascara. Nou, ten eerste, de verpakking ziet er, dat is het enige positieve eraan, de verpakking ziet er heel mooi uit. Het is mooi mat, het is mooi basic. Het is gewoon wel puur Action, maar ik vind het er prima uitzien voor low budget mascara's. Maar dan ga ik naar de inhoud en dan, als ik hem opendraai, dan komt er al echt een heel raar luchtje vanaf. Het lijkt een soort siliconenlucht en er zit geen siliconen in de mascara zelf. Dus ik denk dat het een combinatie is van het borsteltje en de mascara. Want ik geloof dat het een borsteltje is van plastic. En ook nemen de borsteltjes heel veel mascara mee. En dat werkt gewoon niet. Want als je het aanbrengt... Ik heb dus al een paar keer gehad dat die borsteltjes in mijn oog belanden door de vele mascara die het borsteltje met zich meenam. Maar
dit, de valse look mascara, die geeft ook gewoon echt geen valse look. Ik bedoel, hij maakt je wimpers wel donker, maar het is niet dat je denkt van, wow. Ik heb echt het idee dat er een valse look uitkomt. En dat is dus echt totaal niet zo met deze mascara. Je wimpers worden er zwart door. Maar dat is het ook eigenlijk. Hetzelfde geldt voor die volume boost mascara. Ook hier, hij geeft gewoon niet voldoende volume. Die wimpers worden er zwart van, maar de volume ontbreekt gewoon. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dus daarom vind ik het ook gewoon eigenlijk, ja, floppers. Dan heb ik twee keer de Sun Club bronzer van Essence. Ik begin even met deze. Dit is de 20. Deze heet Sunset. En op het eerste gezicht ziet hij er heel mooi uit. Alleen omdat het een combinatie is van blush en bronzer, werkt het niet mooi. Het pigment in het product is heel erg licht. Dus je ziet het bijna haast niet. Vooral als je niet een hele lichte huid hebt, dan haalt het sowieso niet uit. Want dan ga je het gewoon niet zien. En ook als je hem als combinatie gebruikt, vind ik gewoon dat het pigment heel erg wegvalt. Ook het roze zie je amper. Dat vind ik heel erg jammer. Dan heb ik van Essence de Sunshine editie. Deze ziet er zo uit. Dit is een bronzer met een highlighter gecombineerd. Ook het uitzicht ziet er weer heel erg mooi uit. Maar als je dan weer naar dat pigment gaat kijken, is het gewoon niet handig. Als je die highlighter en die bronzer gaat mixen, dan wordt de bronzer gewoon zo licht. En dat is zo erg jammer, omdat het eigenlijk een hele mooie combinatie had kunnen zijn. Maar ik vind gewoon, het pigment is gewoon te licht. En daarom vind ik het gewoon, ja, toch geen fijne producten. Dan heb ik nog twee blushjes van Essence. En ik begin even met de oranje. Dit is de Sweet as Peach. Het zijn cream blushjes. Nou, ik ga het ook even laten zien. Misschien ken je de highlight variant hiervan. De kleur ziet er op zich super, super mooi uit. Ik ben zelf niet zo heel erg weg van die cream blushjes. Omdat ik toch vaak het minder vind dan dat ik een poeder heb. En van deze is ook gewoon eigenlijk heel erg het pigment licht. Het pigment is gewoon te licht. Je ziet gewoon echt niet dat je hem draagt. En dan kun je zoveel aanbrengen als je wilt. En ik heb het nog een beetje netjes gehouden. Want ik heb bijvoorbeeld zo'n highlighter en die ziet er ook gewoon, het ziet er gewoon heel snel heel vies uit. En dat is bij die highlighter dus ook. Dus ik heb dit nog enigszins geprobeerd netjes te houden. Maar ja, als je dan naar het pigment kijkt, is het gewoon echt helemaal niks. Dan heb ik dus de Everything is Better in Pink. Op zich is het pigment redelijk. Je ziet hem beter als de oranje. Of de peach kleur. Maar ik denk gewoon dat het materiaal is. Gewoon dat peach, dat cream is gewoon niet echt iets wat ik heel geweldig vind. Je moet het met je vingers al gaan aanbrengen. Nou moet je dus nagaan, ik ben iemand die, op dit moment zien mijn nagels er niet uit. Maar normaal heb ik vrij lange nagels die, Dus als ik dan met mijn vinger in zo'n product ga, dan zit het ten eerste al heel snel onder mijn nagelrand. En dat vind ik echt ontzettend vies. En ten tweede, ik vind het toch fijner om het gewoon aan te brengen met een kwast en als het toch een poeder is. Dus ik denk dat ik daarom ook gewoon niet zo enthousiast ben, omdat het gewoon toch een cream blush is. Dan heb ik als laatste nog twee palettes van Catrice. Het Nude Sand palette en het Metal palet. Soft Metal palet. Ik begin even met het Sand Nude palet. Deze heet ook wel Hugs and Kisses. En ik ga hem eventjes laten zien. Want het palet ziet er heel erg mooi uit. Dat vind ik echt heel zonder meer. Bij de swatches was ik enigszins nog best wel enthousiast. Oké, die oranje kleur die viel gelijk in het min. En dat vond ik dus heel erg jammer. Want ik vond het heel erg leuk dat er een oranje kleur in zat. En toen ging ik er een look mee maken. En toen
Toen heb ik dus ook die oranje kleur gebruikt, omdat ik dus dacht, nou ja, dat vind ik gewoon een hele mooie combinatie. Maar hij viel weg. Je zag er echt heel weinig van. Ook moet ik zeggen dat ik aan het einde van de dag ook geen het idee meer had dat er wat überhaupt op mijn ogen zat van oogschaduw, omdat alles weggevallen was. Het inblenden ging wel heel gemakkelijk, maar het pigment is gewoon echt super slecht van dit palet. Dat vind ik heel erg jammer, want ik was eigenlijk altijd super enthousiast over die palettes van Catrice. Ik heb ze ook allemaal en ja, dit was eigenlijk het eerste palet waarvan ik dacht, oké, dit is echt totaal anders als de andere palettes. En daarom vind ik hem ook gewoon niet fijn. Gewoon vanwege pigment. Zo zonde, want het had zo'n mooi paletten kunnen zijn. Dan heb ik dus het Soft Metal paletten ook. En deze heet Metal Morphosis. En ik ga ook deze even van dichtbij laten zien. Want ook voor deze geldt dat de kleuren heel mooi zijn. Alleen er zitten overal shimmers in. Nou vind ik dat zelf nog wel mooi. Maar om alle kleuren tegelijk te gebruiken, wordt het misschien gelijk een heel druk iets. Nou ja, ik bedoel eigenlijk als je bijvoorbeeld 3 kleuren voor een ooglook zou kiezen, wordt het best wel druk. Omdat het overal er een glittertje in zit. Maar ja, goed, dat is ook gewoon wat ieder zelf mooi vindt. Dat maakt nog niet zo heel veel uit. De oogschaduw is heel erg zacht, want ik heb gelijk deukjes. En dat had ik eigenlijk ook niet echt bij die andere paletten. Viel dat eigenlijk reuze mee. Maar dan gaan we ook weer naar het pigment kijken. En ook bij dit paletten valt het pigment weer heel erg tegen. Het is zo zonde, want eigenlijk is het een totaal nieuw paletten. Met nieuw bedoel ik dus dat het een palette is die ik nog niet eerder bij andere merken had gezien. En als ik dan naar dat andere palet kijk, ja, ga je weer naar toch weer dat nude. En daar hadden ze al 3 palettes van. Of dat was een 3e palette al. Geloof ik. Nou ja, goed, dan was dit dus best wel verrassend. Maar ja, gewoon de kwaliteit valt weer zo erg tegen. En ja, dat vind ik zo jammer. Want ze zijn zoveel beter geweest in de jaren ervoor dat de palettes uitkwamen. En dan vallen ze nu zo in het midden. En dat vind ik heel erg jammer. Het enige nieuwe palette die ik dus wel echt fijn vond, dat was het Craze palette. Ook dit palette, maar dan met die Craze kleuren. En die vond ik dan wel weer fijn. Maar deze twee die vind ik gewoon echt helemaal niks. En dat vind ik best wel jammer. Want het zijn toch palettes van €5. En nu is dat niet per se gelijk een heel duur paletten. Maar als je dan vergelijkt met de vorige palettes, dan is de kwaliteit gewoon heel erg achteruit. Dit was hem dan. Mijn allereerste Vel product video. Ik vond het zelf wel leuk om het eens te hebben over producten die dus niet zo fijn zijn. Omdat je helaas gewoon als blogger niet altijd heel erg positief kunt zijn over alle producten. En ik vond het van 2 maanden nog wel meevallen, de aantal producten. Dus dat betekent dan toch dat er meer favoriete producten zijn dan minder favoriete producten. En dat is dan toch weer heel erg positief. Mocht je deze video nou weer leuk gevonden hebben, doe even een duimpje omhoog. En als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan op mijn kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, ik zie je snel. Doei!